Veldvectoren en veldlijnen zijn verschillende manieren om eigenschappen van bijvoorbeeld een elektrisch veld weer te geven. Laten we allereerst kijken naar een veldvector, in dit geval van het elektrisch veld. Een veldvector geeft op één plek aan, bijvoorbeeld hier, welke kant het veld opstaat. Het nou, zitten vlak bij die positieve lading, het wijst naar de negatieve lading, het is best wel dicht bij die positieve lading, dus best wel grote, grote veldsterkte is dus een lange pijl. Die veldvector geeft zijn dus informatie over één punt en de grootte is direct zichtbaar, namelijk de lengte van de pijl. Hey, dit zou je op heel veel plekken kunnen doen. Aan de linkerkant nou, wijst de vector naar links. is wat minder sterk, want het staat verder van die positieve lading af. En hier is het even groot als naar links, maar wijst de andere kant op, want het wijst naar een negatieve lading toe. En zo kan je op heel veel verschillende plekken zo'n veldvector tekenen. Maar het geeft dus steeds meer informatie over één punt. Alternatief is om veldlijnen te tekenen. Nou, veldlijnen, dat is meteen een heel patroon. het ziet hier meteen bijvoorbeeld zo uit. En een veldlijn geeft informatie over een gebied. En je kan in één keer zien op een bepaald gebied, een bepaalde regio, welke kant die veldlijnen opwijzen. Maar je ziet niet meteen op een bepaalde plek hoe groot het is. Die grootte is alleen maar indirect zichtbaar, namelijk in de vorm van de veldlijnen dichtheid. Dus waar we die veldlijnen dicht bij elkaar zitten, is het veld sterk. En met die blauwe veldvertoren links zou dat dus een langere pijl zijn. Maar omdat veldlijnen doorgetrokken lijnen zijn, kan je dat niet zien. Dus die informatie zit dan verpakt in hoe dicht die veldlijnen bij elkaar zitten. Dus veldvectoren en veldlijnen zijn verschillende manieren om eigenschappen van het veld weer te geven.